Meis Magie. Ontdek wat deze meimaand 13-4 Karmic Debt gaat brengen. Welkom bij Vindu in de maand mei 2024. Mei is een universele 4 maand in een universeel 8 jaar. Maar dit is niet zomaar een 4 maand, maar een 13-4 maand. Een Karmic Debt nummer dus. En wat betekent deze speciale energie voor jou en wat kun je ermee? Voordat ik verder ga met deze video, wil ik je eerst bedanken voor het kijken, abonneren, liken en delen van de andere video's. En vergeet ook deze video niet te liken, te delen en mocht je nog niet geabonneerd zijn, klik op de knop hieronder en je bent gratis geabonneerd voor nog meer numerologie nieuws. Ik laat je nog even de berekening zien waarom mei numerologisch een 13-4 maand is. Mei is de 5e maand van het jaar. 2024 is een universeel 8 jaar, want 2 plus 0 plus 2 plus 4 is 8. Tel 5 plus 8 bij elkaar op en je krijgt 13 en 1 plus 3 is 4. Maar omdat 13 een karmic debt nummer is, spreek je over 13-4. En er zijn 4 maanden dit jaar met een karmic debt nummer. Juni wordt een 14-5 karmic debt maand en de volgende karmic debt maanden zijn augustus met een 16-7 en november met een 19-1. De invloed van een karmic debt nummer is groter dan van andere nummers en mei is absoluut doorslaggevend, een 4 maand in een 8 jaar. En deze energie krijgen we pas weer terug over 9 jaar. Dus over 9 jaar heb je pas weer de kans om van de voordelen van deze energie te genieten. En waarom benadruk ik dit zo? Dit omdat een universeel 8 jaar een heel powerful jaar is. Nummer 8 is het power nummer. Nummer 8 wordt ook wel het oneindigheidsgetal genoemd. Denk maar aan de vorm van de lemniscaat. En deze energie zit erop om veel makkelijker te manifesteren. Makkelijker dingen te veranderen die je niet meer dienen. En het is een nummer van overvloed. Nummer 8 gaat ook over hard werken en geld verdienen. Nummer 4 is de energie van hard werken, van orde en discipline. En de negatieve kant van de 13-4 energie heeft de neiging tot uitstelgedrag en luiheid. En heeft een soort bankhang of couchpotato energie in zich. De positieve kant van de 13-4 laat zien dat je in plaats van hard werken en heel veel moeite voor iets doen, je ook sneller en efficiënter kunt werken, maar ook veel meer in flow met de energie. En de 13-4 laat zien dat je niet meer zo hard hoeft te douwen voor iets. En daarom is deze maand, in mijn ogen, zo speciaal, omdat het 8 jaar je laat zien dat je ook heel veel kunt manifesteren en je richten op overvloed. Dus de combinatie van de universele 8 en 13-4 energie is prachtig. En, zoals ik net zei, komt maar 1 keer voor in de 9 jaar. En nummer 13-4 gaat over balans in werken. De balans tussen bankhangen en niets presteren. En de balans tussen keihard werken. Ook laat de 13-4 zien dat dingen in principe makkelijker en simpeler zijn dan dat we denken. Heel vaak maken we dingen te moeilijk. Mei 2024 is een perfecte maand om een nieuw project te starten of om een nieuwe business te starten. En daar zit hele goede energie op. Een energie van stabiliteit en overvloed. Belangrijk in een 13-4 maand en in een 8 jaar om heel bewust te zijn van je gedachten en wensen. Als je steeds negatieve gedachten hebt, dan manifesteer je deze ook. En de energie van de 4 gaat heel sterk over focussen. Waar focus je op? Dat wil dat wat je niet wil of dat wat je wel wil. De algemene tendens is dat mensen heel goed weten wat ze niet willen en minder goed weten wat ze wel willen.
Bemerk jij dat bij jezelf ook? Dan raad ik je aan om voor jezelf op te gaan schrijven wat je echt diep van binnen zelf wil en dat meerdere keren te herlezen of hardop voor jezelf uit te spreken. Neig je naar de bankhangmodus? Dan adviseer ik je om to-do-lijstjes te maken om zo tot actie te komen. Ook adviseer ik om deze maand veel minder of geen Netflix televisie te kijken of eindeloos door social media te scrollen. Zelf heb ik al zo'n 15 jaar geen televisie meer in huis en heb nooit een Netflix abonnement gehad en ik heb het nog geen seconde gemist. Doordat je minder onder invloed staat van dit alles, kun je veel meer in je eigen creatie- en manifesteermodus stappen. Dus wees alert op wat je denkt, zegt en wenst dit hele jaar en speciaal in deze 13-4 maand. In deze maand kan je jezelf ook meer stabiliteit ervaren, maar ook meer beperkingen. Denk aan het vierkant van de 4. Dat kan zowel op persoonlijk vlak als universeel in de wereld zijn. Als je de nummers van de 13-4 bekijkt, dan zie je dat nummer 1 staat voor jezelf. Jezelf de allerbelangrijkste vinden en dan pas de rest van de wereld. Nummer 3 gaat over creatie en communicatie met jezelf en anderen. En nummer 4 gaat over discipline, orde en hard werken. En speciaal de mensen die een 13-4 levenspadnummer hebben of ergens anders in een numerologische blauwdruk hebben staan, is deze energie nog eens dubbel zo sterk. En laat me weten in de beschrijving hieronder of jij een 13-4 karmic debt nummer ergens hebt staan. Weet je dat nog niet van jezelf? Dan kun je mijn gratis werkboek hierover downloaden. Hierin staat uitgelegd hoe je jouw 4 belangrijkste nummers zelf kunt berekenen. En de link staat in de beschrijving hieronder, maar ook in de reacties. Wil je door mij een persoonlijke numerologische blauwdruk laten maken om te kijken of jij ergens een 13-4 karmic debt nummer hebt staan, dan doe ik dat met heel veel zorg en liefde voor jou. En dit is een persoonlijk en zeer uitgebreid document waarin ik je uitleg geef over al jouw nummers. En deze kun je doorlezen en bespreken we daarna in een persoonlijke videocall. En hierin kun je al je vragen stellen en kijken we samen hoe je de nummers kunt implementeren in je dagelijkse leven, zodat je leven veel meer in flow gaat en je kunt richten op je potentieel en succes. En de link hiervoor staat ook in de beschrijving hieronder en ook in de reacties. Ik wens jou toe dat je je beste meimaand ever gaat creëren en dat je de magie van deze energie ten volste gaat gebruiken. Geniet van al het goede en speciale. Ciao!